Whoa, whoa. Da-da-da. Whoa. Come on, sing it, Whippy. Oh! Whoa, yeah. Ik heb er never nog leuk nog nooit gehoord. Ik heb geen idee wat de fuck dat is. Dat is kom. Oké, ik zit in. Ik zit in. Shut the fuck up. Ik heb een self-join, iemand. Dat is een kloon. Oké, ik heb een leuk idee. Oh nee. Afgewezen, gaan we nooit doen. Hou op, man. Deze keer stelen we 2 cargo bobs. En gaan we proberen om dan de auto op te pakken. Want misschien hebben we dan genoeg kracht. Je kan niet... Zo slim! Je kan niet 2 cargo bobs aan 1 voertuig vastmaken, silly. Silly goosebal. Dan pakken we er nog steeds 2. Ik heb het woord goosebal nog nooit gehoord. Goosebal. Of we pakken er wel gewoon 2 en dan zeg maar maken we eentje vast aan de auto en de ander vast aan de ene cargo bol. Dat kan niet. Tommy, heb jij nog een goede tip over hoe we fietsen op de Maze Bank kunnen krijgen? Misschien heb ik een Hydra. Oh, die heb ik ook. Oh, had je dat niet eerder kunnen zeggen, Jonathan? Ja, dat weet ik toch niet. Wat een Hydra. Ik heb ook nog 1 vraag. Ja. Mag je dik cheese eten als je Ramadan hebt? Ja. Alleen tijdens iftar. Gasten, dat kan je toch niet zeggen, man? Dat is toch vies, joh, hè? Beetje dik cheese. Hè? Dat is er vies aan. Dik cheese. Het is gewoon een beetje pielenmuis, man. Gadverdamme. Pielenrat. Dat is in Delft. Oké, wat willen jullie gedaan hebben voordat jullie doodgaan? Dik cheese hebben gegeten. Eens. Dat kun je ook nu doen. Ik kan gewoon nu doen, dus wat we nu niet doen. Nee, ik heb nu geen trek. Is heb je niet een goal in life van AI? Dat moet gebeuren. Kinderen. Heb je ook een leuk goal of heb je alleen maar shuffle goals? Mijn lichaam verkopen. Voor wat? Wie gaat jouw lichaam kopen? Dan zou jij het doen. En dan? Eens even aan het nadenken. Je moet wel lang nadenken, Daniel. Ik had gewoon te wachten tot er weer wat gezegd ging worden. Nou, nu is het gezegd. Ik heb een nieuwe outfit. Zoals ik al zei, Daniel, nobody cares. Jonathan. Yeah. Kijk dit. Als het moet kan je gewoon hier zeg maar onder hangen en dan kunnen we gewoon opfietsen. Ah ja, ja, ik zie hem al. Oh shit! Wat doe je? Hij maakt een beetje een raar geluid, maar volgens mij is het nog wel Gucci. Oh ja, volgens mij is hij kapot. Jesus Christ. Ah, nice. Tommy. Hey, let's go. Where's the jet? Oh, hier. Ik zie hem nog steeds. Oh, hey! Nice. Oké, okay, let's go. Wow, wacht. Heel rustig fietsen. Oh, Tom. Godverdomme, man. Rustig gaan, niet zo hard. Kom op. Nee! Je gaat zo snel, je kan er gewoon rustig afrijden en dan op ons landen. Spring. Oké. Iedereen goed? Ja. Oh! Daan, waarom ben je zo gaan staan, man? Nou, ik sta prima. Oké, dit gaat wel lang duren. Ja, het was maar slow and steady, slow and steady. Ik zak door het vliegtuig heen. Dit is echt een Paddle Boys moment, joh. Wauw. Misschien is het halve werk. We're flying! Zo. Daan heeft het een beetje moeilijk. Daan, je duwt me eraf, man. Ik duw niet. Oh, wat is nog zo'n stukje, joh. Slow is de... Oh, joh, Jonathan. Jonathan. Ja. Oh, nee! Doe het nog een keer. Nee. Ga sneller. Jongens, we zijn er bijna. Just out your back. Sneller. Oh. Tommy, jouw vol! Nee! Ik ben op het dak gekomen!
Oh, oh, nee! Oh, nee, Jack! Waarom doen jullie dit? Ik denk, jij deed het! Oh, hoezo deed ik het? Jonathan, je botst tegen het gebouw aan! Jonathan, pak mij, ik ben hier. Ik kan er zo oh, op. Hier. Boven je, boven. Huh? Oh hoger. Shit. Oh, nee! Nee! Jack, wat doe je? Waarom deed je dat? Omdat ik bounce te hard daar. Ik ben klaar. Oh, ik viel bijna van het dak af. Oh, ik heb het overleefd. De vliegtuig rijden. Ik bedoel, als het je lukt, kan het. Zeker het is. Ik heb mijn backup fiets gepakt. Een echte paddleboy heeft een backup fiets. Tommy, pikkebaas, luister nou even, man. Oké, we gaan niet opstijgen. Ik ben hier. Jongen, laat mij even hun twee afzetten. De lift. Je ziet er echt geweldig uit vanaf hier beneden. Het gaat zo cool worden als we er af springen. Echt, holy shit. Holy jongen, shit. Ik ben er praktisch net al afgesprongen. Ja. Nee, niet waar. Pas op, Jonathan, pas op. Je gaat echt... Je gaat, weer tegen... je gaat er weer tegenaan botsen. Waarom doe je dat? Je hoeft niet eens tegen het gebouw aan te gaan. Ja, maar kijk. Alle beste zinnen beginnen met ja, maar kijk. Je gaat weer tegen dat ding aan. En jongen, ik stuur niet eens naar voren. Dat gebeurt gewoon automatisch. Oké, stuur dan naar achter. Ja, dat doe ik al. Ja, nu ik het zeg. Dan. Oh mijn god, Jonathan. Echt. Hallo. Verder omhoog. Oh jongens. Dan hou je fiets in de gaten, alsjeblieft. Dat komt wel goed, Ik vertrouw mijn fiets. Nee, ja? Ja, yes. Oh, wat zijn jullie daarboven aan het uitspoken? Oh. Jonathan, je beseft je dat echt de drie grootste probleemmakers nu op het fucking gebouw zitten, hè? Ze hebben fucking Jazz daar, dat gaat echt nooit goed. Jazz! Wat is er gebeurd? Hij is gevallen. Met zijn fiets. Kankermogel. Ik heb het gewoon overleefd. Jess, land je op zo'n soort van schuin ding beneden? Gewoon op de straat. Wat de fuck? Ben je helemaal van de fucking Macebank afgedonderd en toen leeft hij nog? Ja! De Macebank. Tommy aan de kant. We zijn nieuwkomers. Kom even naar beneden, Jona. Ja, jongen, ik moet Jack nog afzetten. Kijk uit voor je fiets. Check! Kijk uit, check! Oh. Yo, okay, I made it! Oh. Nee! Is Tommy van de Macebank afgevallen? Ja. Jongens, val er gewoon niet af! Jezus Christus, man! Ik voel me koning van de wereld. Heel erg classy. Oh. Wat doe je? Ik sprong bijna van de... Daan, klim daar op. Je kan er gewoon op klimmen. Nee, ik durf het niet. Jawel, doe gewoon. Letterlijk één. Nee. Letterlijk één keer vierkantje klikken, alsjeblieft. Ik wil gewoon ze zien. Nee. Please. Goed zo. Terug! Oh, daar zijn ze! Oh, daar zijn ze! Oh jongens, ik kan Jonathan wel doodschieten. Niet doen, niet doen. Doe het. Oké. Nee, niet doen, alsjeblieft. Het zou wel grappig zijn om op YouTube terug te vinden. Ja, zeker. Zo, Daan, doe eens rustig. Oh ja. Holy Moses. Oh, wat de kak. Ik ga dood. Dat was... Yes! Oh, hij viel automatisch. Ik klikte niks Nee, in. Je reed er gewoon af. Ik deed niks. Ik drukte niet eens op kruisje. Oh, ik wil zelfmoord plegen. Ga je slaan? Ja. Ik moet echt wat eten. Ja. Doe niet. Dat is niet genoeg ruimte. Je rekt me slaan toch? Hey Tommy, wie doet het jou of ja, ik? Ja, laat gaan. Nee! Daan, wat doe jij beneden? Ja, ik ben doodgemaakt net! Daan! Oké, kom maar op. Het is meteen zijn schuld. Ja, inderdaad, zie. Tommy, pas op! Kom hier op dat randje. Tommy! Holy shit! Oké. Tommy, stop gewoon met fietsen, man! Waarom is het zo moeilijk om gewoon om stil te staan op een fucking ding? Jonah, fiets een beetje naar voren, fiets een beetje in het midden, je moet in het midden komen staan. Oh
god. Niet zo snel, niet zo snel, niet zo snel, niet zo snel. Ja, gaat prima. Niet zo snel. Ja, ik heb ook politie al lang over lessen bellen. Nee, doe nou niet. Jongens, ga je hier toch niet kunnen krijgen. Je weet maar nooit, je weet maar nooit. Jongen, alsjeblieft, vlieg gewoon door. Ik ben even les aan bellen. Wow. We zakken naar beneden. Godverdomme. Wat is er? Wat was die flare? Tommy. Wat? Yes, nee, jongen, dat het de motor is aan begeven. Oh my god. Kap op even. Tommy, nee. Jonathan, pas hij op man. Hij heeft Jonathan geraakt. En de motor. Holy shit. Oh mijn god. Dit was nog echt. Het duurt alsnog echt veel langer dan dat het hoeft te doen. Oh mijn god. Ik kreeg mijn fietsje niet uit. Ik weet niet hoe je het voor elkaar hebt gekregen, Jonathan, maar ik kreeg mijn fietsje niet fucking uit. Wat bedoel je, wat ik voor elkaar heb gekregen? Jij hebt degene die de Hydra gecrashed heeft. Hou. Ik heb hem niet gecrashed. Iemand van jullie had politie en daardoor kreeg ik politie. Ja, jij! Jij had politie. Gast! Hoe de fuck. Hoe de fuck komt de politie voor me stil te staan? Gewoon, de politie was gewoon aan het rondrijden. Je hebt hem aangeraakt. Ja, inderdaad. Je raakte de politie aan en toen werden ze boos op je. Denk je dat ik dat met opzet doe? Natuurlijk niet. Nee, dat heb ik toch niet gezegd? Nou, ze komt over. Nee, Jess, jij zegt. Mensen, iemand had politie, dus ze verdedigen alleen zichzelf. Mm-hmm. We zeggen alleen maar, ja, jij was degene met politie. Oh, dan geef mij maar de schuld. Jullie gedragen je een beetje als Zina's. Dit is wel best wel een dilemma. Wat is er aan de hand? Mijn fiets zit vast. Tommy, schiet even op Jonas fiets. Wat? Kun je even op deze fiets schieten? Wacht. Nee, deze. Oh. Wacht! Ja, oké. Ja, ik zeg wacht en je blijft dezelfde vraag herhalen. Ja. Oh, als je nou heel even had gewacht. Ja, wat willen jullie nou? Zeg ik zei toch, blijf nog heel ik even. Ik wil naar fucking bed. God, als het dadelijk werkt, dat wordt zo cool. Echt totaal niet, maar zo cool. Dit wordt misschien wel een van de gaafste dingen die ik ooit heb gedaan. Oké, Daan, niet overdrijven. Tommy, wat de fuck? Jonathan heeft geen idee. Ja, blijf maar op. Nee, ik blijf er ook gewoon ik op. Ik probeer gewoon mijn kankervliegtuig recht te houden. Straks als we hier allemaal boven zijn, is het. Pas op. Als we hier straks allemaal boven zijn, is het dol. Super rustig vliegen. Als we hier straks allemaal boven zijn. Ja, maar het is echt heel vaak. Oké, ik ga nu. Ik heb bereid voor, ik ga nu een turn maken. Ik ga nu. Okay. Waarom moet je een turn maken? Je hoeft geen turn te maken. Jawel, dan kan ik zien waar de fuck ik heen ga. Oh ja, als we straks je hoeft alleen naar boven, je hoeft niet weer tegen dat gebouw aan te gaan. Inderdaad. Als we straks je hoeft niet zo strak langs het gebouw te gaan, ik kan gewoon iets rustig van af. Dat betekent dat ik minder afstand hoef af te leggen in de lucht zometeen. Als we straks allemaal boven zijn. Dan mag ik nog een keer check onderbreken, dat is best grappig. Nee, hou op. Als we straks allemaal boven zijn, is het. Als we straks allemaal boven staan, is het donker. Dus het is echt. Dan wachten we tot het dag is. Hey! Jezus, jullie gaan snel. Ja. Jona, kun je een beetje opkankeren? Nee. Alsjeblieft, Jona, alsjeblieft. Ik kan het niet. Nee! Appropriate. Longest Fall Survive Challenge gaat beginnen. Jongen, mijn fiets is kapot nu. Hoe duurt dit zo fucking lang? Ja, Jack, als je mij niet had gekillt, dan was jij gewoon beneden kunnen zijn nu. Dat gaan we zo doen. Jouw fiets nee, is ik heb jij niet waar jij het over hebt. Je hebt een BMX. Wauw, Jess, goed gedaan, man. Waar de fuck ben je? Hoe de fuck heb je... Oh. Oh, wat ga je doen? Tommy, is je bijna met de Hydra? Oh, nee! Ik heb pas weer deze 4 hoor, Jonne. Zorg niet dat je van de gebouw afvalt. Oh, Jess, we staan gelijk. We staan gelijk. Hoe is dat nou voor elkaar? Hey! Dat gaan jullie niet kunnen overtreffen. Fuck jullie. Oh, fuck jou dan. Je bent echt een het enige ding wat ze hadden om lol mee te hebben. Ja. Sorry.
Weer door Donald. Oké, okay, I'm bored again. Oh! Oh, man. Het is gelukt! Oh shit! Oké, okay, maar hoe gaat Tommy? Hoe gaat Tommy hier nu komen? Tommy, kijk uit. Tommy, heeft, je hebt toch gewoon... Nee. Je hebt een parachute. Bro, je hebt een parachute. Ga gewoon heel hoog springen uit en land hier. Ja. Nee, wacht. Zorg ja, dat is slim. Dat is slim. Wat doet hij nou? Waar is hij? Ik zie hem. I've got eyes on him. Oh, hij is gesprongen. Ik okay. Wil nu, ik ga echt helemaal stuk als die jet nu gewoon recht op ons land komt. Allemaal kill. Echt, hè? Nee, die jet valt lekker naar beneden. Of Tommy het mist. Tommy knokt een van ons eraf. Nee! God, nee! Oké, okay, pak gewoon een helikopter. Tommy. Alle fietsen staan er gewoon. Hoe verneuk je dit ook nog? Het is letterlijk een man. Serieus, we hebben dit echt urenlang gedaan en jouw reactie is... Oh, hè? Ja, tuurlijk. Dit kunnen we nu echt niet doen, jongen. Oké okay, dan, meneer. Kunnen we dit echt niet doen? Hè? Ik ben helemaal klaar met jullie. Helemaal, ik zit er doorheen, ik heb het gehad. Spring er af uit protest dan. Oké. Okay. Nee! Doe het. Oh. Ik heb eigenlijk best wel zin om een free dive te maken nu. Nee. Oh, oké, okay, dan niet. Nee. Daan! Holy shit! Lambert. Is een kankermogel, hè? Meis proberen? Stop! We hebben zoveel tijd verspild. Ik ben dood! Die kunnen gewoon niet stilstaan, hè? Dat kan gewoon niet. Stop, Daan! Jess, stop! Ik heb stop! Anne en Jess zit gewoon heel de tijd tegen mij aan te rijden zodat ik eraf val. Jonathan, waarom ga je niet gewoon in het midden staan? Oh, Rappel? Stop! Holy shit! Kanker. Jongens, ze zijn er! Het is gelukt! Jongens, weet je nog wat ik zei van, oh, als jullie hier zijn is het nacht. Dat is gewoon wel weer dag geworden. Oké, okay, pak die kankerfiets. Maar eerst... Tommy, ik zweer het, hè. Hou op. Doe het. Nou, dan gaan jullie naar de buitenkant. Ah, dat is mijn fiets. Tommy, stop! Tommy, ja! Oh, ja! Ik zei dat het ging gebeuren! Nee, en ik ga niet meer terug! Ik ben er gewoon te klaar mee! Kom op! Nee, fuck Jess! Ik heb echt 10 miljoen keer stop gezegd, maar hij stopt gewoon niet! Oh, kom joh, nog één keer joh! Oké, maar hoe gaan we dit nu doen? Dan moet ik weer iemand eraf halen! Ik ga wel een beetje... Ik kom. Ik heb zo lang niks gedaan. Jongen, Jess verspilt gewoon mijn tijd. Kankermogel. Oké, laten we gewoon de fietsen met rust laten. Holy shit, dat zei ik echt al fucking een half uur geleden. Auw. Nee. Yes. Oh ja, ik ben dronken. Oh ja. Oh ja, ik ben dronken. Oh ja. Het was gewoon gelukt, wat doe ik hier? Ik weet veel. Ja. Door wie zou dat nou komen? Iemand moest er nog afrijden. Ik zweer, ik kan gewoon één raket op jullie schieten en dan is het gewoon helemaal voorbij. Doe dan. Oké, is goed, ik doe het. Nee. Doe het. Jawel, Jess en Daan zeggen dat ik het moet doen, dus dan ga ik het doen. Niet doen. Okay, ja, waarom zeggen jullie anders doe dan? Doe dan. Ik denk niet dat je het doet, dus daarom zeg ik doe dan. Oké, als jij tot de laatste seconde zegt doe dan, doe ik het gewoon. Jongen, dat is klaar. Oh, ik haat het. Ik haat het. Hey, nu mogen jullie boos worden op Jess, want hij gaat het verneuken als hij het zegt. Nou ja, Jess. Hoezo zou ik het nou? Jij voelde net van af. Hoe verneuk ik het? Jonathan is er klaar mee, het boeit hem niet meer. Hij gaat het gewoon doen. Ik wil niet dat jullie hier naartoe lopen. Het boeit me echt niet.
Oh, wie heeft scheet... Hey, wie heeft hier Roevo gelaten? Daan. Tommy. Daan. Fuck. Ik ga dood, ik ga dood. Zie je wel. Oh my god. Ik zei dat ik niet ging schieten. Zie je nou wel. Holy shit. Hey, ik zit nog steeds in mijn vliegtuig, hè? Wil je Jess die shit niet gunnen? Welke shit? Shit, waar heb je het over, man? Ja. Ga je nog een raket schieten, trouwens? I back. Tommy. Jess, kom nou. Hij zit gewoon met een raketwerper hier te schieten. En de kankermogel. Tommy, stop. Tommy, oké, let op mij, pas op dat je mij niet raakt. Hou op, Tommy. Stop, alsjeblieft. Oké. Kunnen we nou alsjeblieft die kankerfoto maken? Ga op je fiets zitten, allemaal, Tommy. Jij al helemaal. Tommy, ga zitten. Dit is gewoon niet leuk meer. Jona, man, moet je weer van het dak afvallen? Hoe was die gevallen? Jess die duwde mij van mijn fiets af. Oh ja, op één moment is het weer mijn schuld, hè? Want iedereen, van uitgerekend iedereen met Jonathan ook. Hij lag hier echt ziek. Tommy. Nou, nog even wachten, jongens. Spannend. Hé, hey, maar als Jazz niks deed, was er niks gebeurd. Oh, helemaal nee, hij was waarschijnlijk ook dood gegaan. Helemaal niet. Ik viel precies in Tommy's kankerraket. Waarom zijn jullie zo pesterig? Waarom duwen jullie dit? Omdat we niks te doen hebben hier. Oh mijn god. Hier jij. Stop! Blijf op mijn fiets dan! Ik heb zoveel macht. Oh mijn god. Die lekker wie. Nou, we kunnen wel opnieuw beginnen. Goed gedaan, Jonathan. Het is allemaal best.